Waterschap Hollandse Delta beschermt ons tegen water uit de zee en de rivieren. We hebben meer dan 750 kilometer aan waterkering in ons beheer. En de meeste daarvan zijn dijken en kades, maar we hebben ook 25 kilometer aan duinen. Zo, nou Henry, jij weet alles van dijken. Volgens mij lopen we er op één. Vertel. Ja, klopt. Dit is een primaire waterkering, zo maar te zeggen. En daar ligt de Oude Maas, de rivier. Daar ligt Puttershoek en primaire waterkering zorgt ervoor dat we tegen overstroming beschermen vanuit de rivier richting de polder. Oké, okay. Nou, en het is nu best wel stormachtig nog, maar mensen hoeven zich geen zorgen te maken? Nee, mensen hoeven zich geen zorgen te maken. De primaire waterkering hebben hele strenge normen. De normen zijn zelfs nog eens een keer verhoogd de afgelopen tijd. En wij zorgen ervoor dat die dijken aan die normen voldoen. Oké, okay. En als ze niet voldoen, wat doen jullie dan? Nou, als ze niet voldoen, hè, we zijn nu druk aan het rekenen om die dijken te beoordelen. En als ze niet voldoen, dan gaan we een traject in gang zetten om ze te versterken. En dat kan zijn verhogen, verbreden, zodanig dat ze weer voor de komende decennia voldoen. En dit is een primaire kering, zei je? En, maar ja. Volgens mij heb je ook nog iets anders in de aanbieding. Ja, dat klopt. Naast primaire kering hebben we ook regionale waterkeringen, yeah. Boezemkades bijvoorbeeld. En toevallig staan we hier vlakbij in de buurt van de boezemkade. Dus ik zou zeggen, kom mee, dan laat ik je weer even zien. Ja. Gaan we even kijken. Oké. Nou, dit is dus zo'n regionale waterkering, een zogenaamde boezemkade. Hier ligt de boezem, daar wordt het water uit de polder opgevangen. En zoals je kunt zien ligt het land hier achter, het dorp, ligt lager dan de boezem. En vandaar ook dat we deze boezemkade hebben. En net als bij die primaire waterkering controleren we deze ook. En zorgen we er ook voor, als die niet voldoet, dat we dan gaan versterken. Oké, okay. Dus ook hier hoeven de mensen zich geen zorgen te maken? Nee hoor, hier zitten de mensen ook helemaal veilig.